We staan hier in het Nederlands Stoommuseum in Medemblik met een glimlachende directeur van het Stoommuseum. Jullie mogen weer open. Jullie zijn alweer geopend. Ja, klopt. We zijn eergisteren al begonnen met opstoken. Gisteren was de dag van de officiële opening, dat we zelf aangekondigd hadden. We gaan weer open. En we maken ons op voor een weekend onder stoom. En voor een jubileumweekend, 19 en 20 juni, met superstoom. Ja, dan wil ik even terugblikken naar vorig jaar. April vorig jaar. De minister komt op tv samen met de premier. Alles moet dicht. Ja, het was nog wel eventjes eerder. Inderdaad, een moedje. We moesten wel natuurlijk, maar een bittere pil om te slikken. Hoe kwam het binnen bij jullie? Ja, heel vervelend. We hadden natuurlijk net een topjaar achter de rug. 2019 bracht ons voor het eerst in de geschiedenis een bezoekersrecord van boven de 20.000. En wij dachten, nou, daar gaan wij op voortborduren. En we gaan verder met de herontwikkeling van het Stoommachinemuseum. We gaan het bezoekerscentrum verbouwen. En we gaan weer heel veel bezoekers ontvangen en mooie dingen over de stoomtechniek en de geschiedenis van de stoommachines vertellen. In die periode dat jullie stil zijn gelegd, is er hier nog wel wat doorgegaan? Ja, zeker. Ik durf zelfs te zeggen dat we heel veel gedaan hebben. Uiteindelijk zijn we natuurlijk in het hoogseizoen wel onder het protocol heropening musea eigenlijk best nog wel lang open geweest. We hebben nog heel wat stoomdagen kunnen organiseren. En er zijn twee grote evenementen geweest. We hebben een ambachtenweekend gehad en een stoommodellenweekend, waarbij onder de regels van het protocol heropening musea en met strikte inachtneming van alle regels die daarbij horen, hebben we toch nog per weekend bijna 1000 bezoekers per weekend mogen ontvangen met gevulde tijdsloten. Dus nogmaals, alles binnen het protocol en met inachtneming van de regels. Maar ja, dat waren twee enorme opstekers, die twee weekends. Dus ja, dat voor wat betreft de evenementen. Op de achtergrond hadden we eigenlijk opeens tijd om iets heel anders te ontwikkelen waar we nog niet aan toe waren in onze oorspronkelijke planning, namelijk het virtuele museum. Want ja, als je gesloten bent, wil je wel zichtbaar blijven voor je publiek, anders verlies je alle contact. Dus wij hebben onder andere met steun van een aantal fondsen en met steun van een bedrijf dat virtuele producties maakt, OmniVR, zijn we begonnen met het maken van een 3D-productie van het Stoommachinemuseum. Een 3D-film en een YouTube-film. We hebben verschillende producten gemaakt waarbij bezoekers, zolang als ze wilden, virtueel door het museum konden dwalen. 3D. De opnames waren gemaakt met 3D-camera's. Waarbij alle uithoeken van het museum ontdekt konden worden. Wetenswaardigheden over de machines ontdekt konden worden. En dat heeft ons eigenlijk op het idee gebracht om daarmee verder te gaan. Daarvoor hebben we fondsen aangesproken en die hebben positief gereageerd, waardoor we nu uiteindelijk, terwijl ik nu spreek, 4-5 virtuele producties online op onze website hebben staan. Films, rondleidingen, een kindertour en zelfs een e-learning programma voor aspirantstokers en machinisten van de baggermolen. Want ja, die baggermolen brengt mij op het bruggetje naar een ander iets waar we heel veel energie in hebben gestoken vorig jaar, in konden steken. We hebben heel wat restauraties uitgevoerd. Het begon eigenlijk met een restauratie in opdracht van het Hoogheemraadschap, de restauratie van de schoorsteen hier naast me. Leuk detail daarbij was dat plotseling de zoon van de bouwer van de schoorsteen naast me stond en nog heel veel over die schoorsteen zelf kon vertellen, los van het feit dat die gerestaureerd werd. We hebben de baggermolen met steun van de Stichting Stoommachinecollectie Kees Jongert kunnen restaureren. Nou, u herinnert zich misschien het spektakel. De baggermolen werd uit het water getild door twee grote kranen. Hij is gerestaureerd. Hij is daarna weer het water ingetakeld. Met name de mensen die de baggermolen bedienen en die daar eigenlijk al 20 jaar mee verbonden zijn, die al heel veel zelf gerestaureerd hebben, die staan te trappelen om straks in volle glorie te laten draaien tijdens het jubileumweekend 19 en 20 juni, wanneer ook de baggermolen onder stoom gaat als een van de onderdelen. En dan hebben we nog de grote restauratie van de stoomhijskraan gehad. Nou, zo zou ik eigenlijk nog wat door kunnen gaan. We hebben grote dingen gedaan. We hebben in de expositie, de modellenexpositie, een prachtig model staan van een stoomschommel die nog steeds bestaat.
het originele exemplaar, maar waarvan een mooi model in het museum was. Alleen zwaar gehavend, heeft een van onze vrijwilligers, Wiebe, die heeft dat gerestaureerd. En dat staat nu te pronken als pronkstuk in de stoommodellenexpositie. Ja, nou, u hoort wel restauraties, virtuele producties, een paar evenementen die we toch hebben kunnen organiseren. Dus ja, ondanks dat we een groot deel van het jaar gesloten moesten zijn. En ondanks dat we natuurlijk bij lange na niet het aantal bezoekers hebben mogen ontvangen als in 2019, hebben we toch behoorlijke successen geboekt. En gaan we niet de boeken in als een huilie museum. Nee, maar ik denk dat u nog wel één groot project graag wil gaan realiseren, wat renovatie betreft. Ja, dat zijn er wel meer. Ik bedoel, maar ik kijk nu naar Ketel of aan. Ja, ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar die staat eerlijk gezegd niet eens bovenaan het lijstje. Bovenaan het lijstje staat gewoon nog steeds de herontwikkeling van het museum. We moeten ons zelf gereed maken voor het ontvangen van meer bezoekers. Want uiteindelijk geeft dat ons museum bestaansrecht. Dus het eerste onderdeel wat op het programma staat, dat is de verbouwing van het bezoekerscentrum. Daar zoeken we nog wat fondsen voor. En daar zijn we hard mee bezig. En misschien moet het in twee fasen. Misschien moeten we wat ambities bijstellen. Maar dat staat bovenaan het lijstje. En daarnaast is het natuurlijk zo dat wil je bezoekers ontvangen, moet je wat te tonen hebben. En moet het museum onder stoom kunnen blijven draaien. Nou, willen al die machines die hier in het museum staan kunnen draaien, dan moet er hier gestookt kunnen worden. En we stoken nu met ketel 4. Dat is de operationele ketel. Daar gaat straks ook nog wat geld in zitten, want die moet in 2026 een grote keuring ondergaan. En daarvan hopen we dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ons weer gaat ondersteunen, die ons al dit hele gebouw om niet ter beschikking stellen. Dus wat dat betreft hebben we niet te klagen. Houdt die daarmee op? Wordt die afgekeurd? Dan betekent dat we moeten gaan kijken van ja, ketel 5. Kunnen we die weer in oude glorie herstellen? Dat wordt nu door onze technische commissie onderzocht. We weten in elk geval, als die gereviseerd kan worden, dan gaat het een heleboel geld kosten. Dus dat wordt vooral een financiële kwestie. Als ketel 4 ermee ophoudt, wat is dan zeg maar de goedkoopste oplossing? Gaan we ketel 4 restaureren of gaan we ketel 5 proberen weer in bedrijf te nemen? Oké, nou, wel laatste vraag. De toekomst van het museum. U heeft het al een beetje kort uitgelegd. Ja. De schoorsteen is gerenoveerd, de baggermolen. Maar staat er van binnen nog wat te doen? Nou ja, het grote idee is eigenlijk dat we het masterplan voor de herontwikkeling van het Stoommachinemuseum gaan uitvoeren. We hebben een eerste fase uitgevoerd in 2019. De nieuwe introductietentoonstelling die daar neergezet is en die veel mensen aanspreekt. Inclusief alle audiovisuele ondersteuning die daarbij tentoongesteld wordt. Fase 2 is de verbouwing van ons bezoekerscentrum, waarbij we de capaciteit van het gebouw gaan vergroten, waardoor we tegelijkertijd en reguliere bezoekers kunnen ontvangen, maar ook schoolklassen en bijvoorbeeld bedrijven die daar een bedrijfspresentatie willen houden. We willen de ingang verleggen naar de zijkant. Stap 3 is de herinrichting van het oude stoomgemaal. Kijk, we kunnen dit gebouw, het is een oud gemaal wat nooit geïsoleerd is, dat kunnen we niet gaan isoleren, maar we kunnen wel de presentatie wat spannender maken. Er staan nu stoommachines, die draaien, maar je kunt met moderne technieken de uitleg gewoon verdieping geven in aanvulling op de vrijwilligers die hier altijd rondlopen en tekst en uitleg geven. Want dat blijft natuurlijk het leukste, gewoon mens-tot-mens contact. Maar we willen wel gebruik maken van moderne technieken om die verdieping aan bezoekers te geven die daar geïnteresseerd in zijn. En we willen het spannender maken. Met projecties op de wanden, met nieuwe aanlichting, met speurroutes en dergelijke. Die hebben we nu al, maar op die manier willen we de zaak gaan herinrichten. En uiteindelijk willen we buiten een buitenmuseum herontwikkelen. Er staat nu een machinetuin waar heel veel machines wachten op restauratie. Daar willen we uiteindelijk alleen die machines tentoonstellen die het doen, die onder stoom gebracht kunnen worden en die een verhaal vertellen. En dan willen we de opslag van hout en kolen, die ook nog buiten is aan de rand eigenlijk van het buitengebied, die willen we wat meer naar binnen brengen, zodat het buitengebied beschikbaar komt voor recreatiemogelijkheden voor bezoekers. Daar willen we wat picknicktafels neerzetten, zodat bezoekers, terwijl ze van een ijsje genieten of een kop koffie drinken of een frisje drinken of wat anders,
De bootjes langs zien varen, de eendjes door in het water zien zwemmen. Terwijl op de achtergrond dat stoomgemaal staat te draaien. En uiteindelijk kunnen de bootjes die dan langs varen ook bij ons afmeren. Want dat is ook een grote wens. Een nieuwe steiger, een langere nieuwe steiger waar bootjes fatsoenlijk kunnen afmeren. En vanaf de, zeg maar, de zijde van de Grote Vliet het museum kunnen betreden. Okay. Ja, het is een heel groot pakket wensen. We weten dat het niet allemaal tegelijk kan. Maar we hopen dat we uiteindelijk met steun van onze bezoekers en van overheden, van de gemeente, de provincie en misschien zelfs het Rijk, fondsen. We hebben nu ook weer een vraag lopen bij de Bank Giro Loterij. En van bedrijven die ons misschien als bedrijfssponsor willen ondersteunen. Dat we het uiteindelijk wel gaan redden. Misschien niet op de termijn die we een paar jaar geleden in gedachten hadden. Maar wel op de middellange termijn. Ik heb er goede hoop op. Oké, ik dank u wel. Graag gedaan. En heel veel succes. Ja, wij zeggen dan goede stoom. Goede stoom.